echt, nou ja, ik ben overal blauw. Ik kan het je niet eens laten zien. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben beurs aan alle kanten en ik heb ook nog griep. Ook nog griep? Maar voor jou dan vind ik het extra leuk dat je hier bent. Ja. Dan vind ik het extra leuk dat je hier bent. Ik heb al een beetje cola voor je ingeschonken ook. Als je wil, doe ik er zo een beetje rum bij. Maar, nou ja, ja, ja. Weet je wat we eerst gaan doen? Ga een beetje ontspannen. We kijken even terug naar een programma waarin jij toen, dat was in 1992. Vreemd. Toen was je net met begonnen, denk je, met Irene Moors en Telekids. Dat is 10 jaar geleden. En toen mocht jij de gasten aankondigen, wat Pim nou doet. We gaan eens even kijken. De een is Belg, de ander niet, maar niemand die dat aan hun ziet. Ze zijn acteur met veel komisch talent en door de televisie thans alom bekend. De een heeft op filmen zijn zinnen gezet, de andere voelt meer voor cabaret. Toch doen zij zonder zich te schamen, het is grappig inderdaad, ook af en toe een spotje reclame. Maar Serge en Frans maken echte blitz in de Vlaamse pot als Le Jean en Frits. En Fritsen. Wat afschuwelijk. Dat waren Frans van Deurs en Serge-Henri Valk. En wat vond je afschuwelijk aan jezelf? Dat ben ik dik in beeld, vind je niet? Dus nee, zo naar de motor. Nee, je zag er toen een stuk beter uit. Maar dat kan ook door dat pyjama-jasje. Ja, nee, die appel was ook verschrikkelijk natuurlijk. Ik zag er echt niet uit, maar nu ook niet echt goed. Maar ik ben natuurlijk griep en misselijk. En ja, maar goed. Maar dat was 10 jaar geleden. Hè, ja, ik was toen nerveus om in je programma te komen als gast. Dat weet ik nog, want je hebt me toen gebeld van wil je komen? En ik was gewoon te bang toen in je programma te komen. Ik keek toen een beetje tegen je op ook. Dat vind ik erg... is dat een compliment? Dat is nu een stukken minder. Jawel, nee, daarom. Vice versa. Ja. Niks aan de hand. Oké. Maar in die 10 jaar hè, heb jij je ontwikkeld tot een van de grote Nederlandse showmasters. Hè? Je moet me even helpen. Probeer het, ja. Ik wil een miljonair. Ik wil een spermadona. Nee, wel moet je bruiloft. Ja, ik wil een miljonair. Monte Carlo, live in cooking. Maar dat doe ik dan met Irene. Dan zit ik lekker te koken. Juist. Hij compenseert de boel weer. En wat doe ik nog meer? Dat is het een beetje. Ja, oké. En Irene is in verwachting, hè? Ja. En wanneer krijgt ze een kind? Ik hoop snel, want ze is heel chagrijnig. Ik had gehoord dat ze op jouw verjaardag had besloten om dan de kind... Ja, op 26 juni ben ik jarig en dan krijgt ze ook het kind. Dus dat wordt dan, trekken en dan wordt het een leuk cadeautje. Ja, heel goed. Jij heet in termen van de meiden een kijkcijferkanon, hè? Ja. Is dat een grote druk voor je? Ik bedoel, vind jij het vervelend als de ene week wat minder kijken dan de andere? Ja. Ik ben nerveus voor de show, want dat ben je altijd, want je moet wat doen, je moet er mensen van maken of zo, tenminste dat wil ik graag. Maar dan de volgende dag, dan kijk je bij Intomart op kijkcijfer.nl, dan ben ik eigenlijk nerveus van wat heb ik gedaan. Maar dan krijg je een depressie, heeft je moeder me verteld. Nee. Ja, als het slecht is wel, maar op het ogenblik mag ik niet klagen. Maar okay. je weet het nooit. Kan altijd dat, absoluut niet. Nog één, tot slot even, jouw broer zit ook in het tv-amusement. Ja. Ron heet hij. Wie was de leukste bij jullie thuis vroeger? Ron. Heel goed. De leukste thuis. Heel goed. Dames en heren, altijd een geval apart. Teleman, Carlo Boshart. Dankjewel, okay. Jan. Leuk. Leuk dat je er bent. Tot ziens. Dat je leuk dat je er bent. En Pim, die is de volgende gast. Deze ex-Miss België runt haar eigen bedrijf. Met boeken en video's gaat zij seksproblemen te lijf. Ze weet van ons liefdeleven alle ins en outs. Als therapeute maakt ze ons warm voor echt iets heel stouts. Ook op de Vlaamse tv is zij hyperactief. Ze ontbloot zwakke schakels en toch blijft ze lief. Haar leven kent dalen, maar nog meer piekens. Deskundig charmant, hier is Goedele Wiekens. Goedele, kom binnen. Kom binnen. Drie in Luxemburg is het 3, België 2. Ja. En in Nederland kan je een klap krijgen, dat weet je toch. Geef een pakje zitten nou. Ja, ik ga hier, dat is een kussentje om op te zitten. Heel goed. Mag ik je een glaasje champagne in doen? Champagne, graag. Ja. Weet je nog wanneer je hier was, Goedele? Nee, kom even gezellig naar haar toe. Nog niet zo lang geleden toch, of wel? Jawel, volgens mij is het denk is ik heel lang geleden. 87. Of jij bent de man die mijn leven heeft veranderd, dat weet je toch? Nou, dat horen jullie ook niet veel, wel? Nee, maar. Maar vertel eens even waarom dan? Nee, jawel, mijn allereerste optreden op de Nederlandse televisie, sowieso op de televisie, was bij jou. En dat was in? Terug. 87, als ik het goed heb. Sowieso. En jij zat daar met Willem Wilming, als ik het goed heb. En Ruud Gullit. Maar jij, ik had een fortuin gekregen om naar Milaan te gaan of zo. En jij had natuurlijk een fortuin bijna kunnen verdienen als je als toenmalige mis.
België toch, of niet? Ja, nee, Miss Nederland ben ik nooit geweest. Nee. Okay. Goed, we gaan even kijken, want je hebt sindsdien... Oh, nee, heb je daar beeld van? Nee, doe het niet. We laten het even zien, 1987. En je wordt nu geroemd, hè, Goedelon, dat je, laten we zeggen, vrijheid over seks kan praten. Je hebt programma's erover gemaakt. Maar je moet nu eens kijken hoe jij kijkt toen ik aan jou vroeg... Hoe was de eerste keer? Dat weet ik niet. Kijk meer. Nou, vertel eens even over die eerste keer, dat zou ik echt leuk vinden. Moet dat echt? In België praten we daar niet zo gemakkelijk over. Hè? Nee, maar we zijn in Nederland hoor, dus. Ah, ja. Maakt niet veel uit. Moet je ondertussen een beetje neuren? Dat is dus bij mij. In België praten we daar echt niet zo gemakkelijk. Nee, het was op de kermis, dus echt heel typisch op de kermis. Zoiets van, tja, ja, het ik moet nou maar eens gebeuren. Dus. Ah, ja. En toen, kan je ook nog herinneren wie je daarvoor gebruikt hebt? Ja. Weet ik nog heel goed. Ja, ik denk niet dat hij beseft dat dat voor mij toen de eerste keer... Alhoewel, ja, misschien heeft hij dat wel gemaakt. Ik weet in ieder geval dat ik heel blij was als het voorbij was. En dat ik dacht van, hoef, dat weet ik niet wat dat is. Dat hoef ik nooit meer mee te doen. Ja? Nou ja. Wat denk je nou als je dat ziet, Goedelon? Als ik het verhaal nu hoor, heb ik niet eens begrepen wat jij bedoelde met je vraag. Dat had ik ook niet, hoor. Ik weet want die eerste keer die ik daar vertel, dat ging over een eerste kus gewoon. Oh. Dus blijkbaar had ik niet eens door wat jij bedoelde met die vraag. Ja, maar het ligt maar aan waar je kust natuurlijk ook. Ja. Ja. Dat is waar. Maar wat ik zo interessant vind, Goedelon, wat is er daarna gebeurd? Jij was bij mij in de show toen. En toen heb ik, een paar dagen nadien kreeg ik telefoon van iemand van de VARA-televisie, een talkshow. Zo. Dus ik dacht, oh, ik mag nog een keer naar Nederland te gast zijn in een talkshow. Kan je eens goed eten? Ja, dan had ik met die mensen in Brussel afgesproken. En toen ik daaraan toe kwam, bleek dat zij heel andere plannen hadden. Dat de bedoeling was dat ik zelf een programma zou gaan doen. En dat ben je toen ook gaan doen, hè, voor de VARA? Ja, ben ik dat ook gaan doen. De Goedelon Lukens Show. Zoiets, ja. Goedelon heette dat, ja. En daarna heb je je ontwikkeld tot, laten we zeggen, ook tv-persoonlijkheid in België. Hè? Je hebt je eigen programma's, nog steeds. Ja. Maar waarom ik het extra leuk vind dat je hier bent, is omdat ik weet dat je net terug bent uit Afghanistan. Ja. En iedereen is zijn vakantieplan aan het maken natuurlijk. Dus ja. ik wou voor jou wel eens weten hoe dat was. Nou, en waarom ging je er vooral naartoe? Ja, ik ga heel veel naar het buitenland. Ik ben Goodwill Ambassador voor de Verenigde Naties, internationale Goodwill Ambassador. Dus ik maak veel van die buitenlandtrips als waarnemer. En dan neem ik gewoon ook een camera mee. Maar Afghanistan is echt geen... is voor mij toch de meest chockerende ervaring die ik al meegemaakt heb. Vooral, je leest daar nu zoveel over, je ziet het dagelijks op het nieuws. En als je daar toe komt gewoon, al is het maar je land op Kabul, ja, daar landen sowieso geen burgervluchten, maar met zo'n UN-vliegtuig. En heel die luchthaven ligt aan flarden, dat ligt allemaal vol stukgeschoten vliegtuigen langs die landingsbaan. En daar begint het dan. En voor mij is Kabul is de maan. Dat is zo'n raar iets daar... Daar staat geen grasprietje, geen boompje. De mensen, ja, al die vrouwen lopen daar in burka nog allemaal. Die kruipen langs de muur als mieren van ik ben hier toch niet aanwezig. Het is duizenden dingen kan ik daarover vertellen. Okay, heel weet je wat, ik vraag straks nog het duizenden en eenste ding. Hè, maar nu wil ik eerst graag applaus vragen voor jou, dames en heren, Goedelon Lukens. En blijf je kijken, want straks hebben we een interessante derde gast. En ik praat een beetje uitgebreid met de man die vandaag mijn gasten bij u introduceert. En we hebben fragmenten uit de eerste reur van bijna 20 jaar geleden met Vanessa, nog voor haar melkzuurcrisis. Tot zo, tot reur. Dag Nea, kennisquiz met Robert ten Brink. Woensdag om 8:30 bij SBS6. Welkom bij de Marco Borsato. Carlo Boshart. Een beetje aardig toen. Carlo Boshart. Een beetje lief. Carlo Boshart en Margriet Hermans. Oh. Nee, ook niet. Nee, ook een beroemde Belgische gast. Ook. Maar ik wil nog even van je weten, want je kan natuurlijk nog uren over Afghanistan
vertellen. Maar je hebt ook in zo'n burka, zo'n jurk gelopen, hè? Ja, in zo'n tent met zo'n rastertje voor je oog. Ja, ik had zoiets, omdat alle vrouwen die nog aan hebben, ik had zoiets van, ik moet dat ook een keer proberen. Dus ik zo'n ding aan geleend van een vriendin daar. En het is verschrikkelijk, het is niet te geloven. Je ziet dus niks, hè? Of je ziet je eigen voeten niet. En als je aan de binnenkant, trekken die vrouwen er allemaal aan. En dan duw je eigenlijk je neus zo plat. En dan kan je net 20 centimeter voor je voeten zien. Maar ja, die straten zijn daar helemaal een stuk. Dus dat is nog een moeilijke onderneming om daarmee te lopen. Maar jij was daar om vrouwen die kinderen gingen krijgen, om die te filmen. Ja, sowieso vrouwensituaties. Dus het hoe en waarom van ja, vrouwenproblematiek daar. En inderdaad geboortehulp. Hoe zit het met reproductieve gezondheidszorg? Want om 12:30 sterft in Afghanistan een vrouw aan de gevolgen van een zwangerschap. Dus wat dat betreft is dat een van de meest triestige landen ter wereld. Oké, nou ik waardeer zeer dat je even wat hebt willen vertellen daarover. En dat je ook die moeite neemt om dat te doen en naar die landen toe te gaan. Ik ben een paar weken geleden naar Tommelinus geweest. Wil je het nog van me horen? Die was je zwanger dan? Ja. Oké, goed. Ik heb een pakketje kijken voor jou. Oké. Even zien, wat is dat ja, nou? Ja, ik zeg, dan? Nee, want dat moet je even meepakken. Want dat delen wij daar met de Verenigde Naties, de UNFPA, deelt dat daaruit. En dat een zijn zwangerschappakket. Zwangerschapspakketten. Dus als je zwanger bent, neem mee naar Tormelinus. Krijg je van de Verenigde Naties een plastic zak, een steriele doek. Moet het hierin? Zo moet dat, ja. Oh, dit is voor de vlekken. Ja. Nou, je kan daarmee lachen, een steriele doek en een scheermesje, maar dat heeft wel al 10.000 levens. En waarom ik dat mee heb, is omdat Nederland een van de grootste sponsors is van dit. Het is natuurlijk een typisch Nederlandse oplossing. Het kost niks, maar het redt heel veel levens. Kijk, heel goed. Daar kunnen we heel blij voor zijn. Ja, nee, heel goed. Heel goed. Nou, ik zou zeggen, Carlo, als je bang bent dat je naar de wc moet, kan je het laten liggen. En anders geef het weer terug op. Oké, we gaan kijken wie de derde gast is. Hij is ook een beroelde reis, een bereisde rol. En Pim, wie is hij? Hij was als kind in Indië al een zoon der goden. Dus ging hij in Holland studeren op Nijenrode. Hij bleek voor het krantenvak in de wieg gelegd. Na 50 jaar schrijven heeft hij nog niet alles gezegd. Bij Sukarno en Boutersen kwam hij over de vloer. Maar niet bij Luns, want die draaide hem een loer. Hij krijgt altijd gelijk en toch is hij geen praalhans. De man van 16 miljoen, journalist Willem Oltmans. Willem, vertel even, ik zag je aan je haren krabben. At deed your je service. Nou ja, zeg. Ga zitten. Goed, Willem. Willem, jij drinkt een glaasje water, geloof ik. Hè? Dat hebben we al ingedaan ook. Willem, jij was hier in 1987 en toen was je bezig met het schrijven van je memoires. En dat doe je al sinds je vijfde, geloof ik. Ja. Hè? Je boeken schrijven. Lach jij maar. En ik vroeg je naar het waarom toentertijd. We kijken eventjes naar Rup 1987. Jouw memoires heb jij, dit is deel 3. Worden er 24. Hè? Ja. Dit kan korting krijgen bij aankoop van meerdere delen. Maar jij schrijft alles op en dat ga je uitgeven? Ja. Ja? Ja. Maar wat is het nut daarvan? Ten eerste rinkelt de kassa. Oh ja, is dat? Want er zijn altijd idioten die het kopen. Ja, dat moet. Ja. Waarom doe je die memoires? Wat heeft het voor zin om alles wat je meemaakt op te schrijven? Wil je het serieus weten? Ja, als vraag is. Nou, ik heb die vertrouwelijke gesprekken, schrijf ze op. En over 20, 30 jaar wordt dat waardevol. Mm-hmm. Ja, waardevol. Ik ben weinig veranderd, hè? Nou, maar de trui is hetzelfde, hoor. Je had dezelfde trui aan, hè? Ja, ja, jij hebt een fortuindas aan. Ja, ja, bedankt nog, Pim, voor het lenen, hè? Maar Willem, je krijgt hem straks terug, Olivard. Willem, jij, Nou ja! Ja, is er iets tussen? Nee. Ja, absoluut niet. Nou, doe niet zo naar. Oké. Elke overeenkomst is berust op toeval, dat begrijp ik. Luister, Pim, we hadden afgesproken, als je er tussendoor komt, kost je steeds 100 euro. Dus rustig aan. Willem! Ja. Sinds die tijd, hè, sinds 1987, is er heel wat veranderd. Je hebt natuurlijk nu een heleboel. Hoeveel boeken heb je nu af? Hoeveel memoires? Er zijn er 55 geschreven en het worden er 75. Oké, maar waar je echt rijk van bent geworden is van die 16 miljoen die je van de Nederlandse staat hebt gekregen. Cool. Na heel veel moeite. Maar het is toch 16 miljoen. En hoeveel heb je ervan overgehouden? Daar ging 7 naar meneer, hoe heet die vent? Salm.
Juist. Juist. En oh, nee. Nou, de rest is ingeleverd. En dat heb je, waar, heb je het al opgemaakt of niet? Zeg, ben je gek. Wat heb je ervoor gekocht, onder andere? Dat zak jou in je neus aan. Oh, dan hoeft dat ook niet. Maar nee, maar ik... Nou, kreeg je geen hartaanval toen je hoorde dat je nee, het kreeg? Oh, nee, helemaal niet. Ik was kan je de dag nog herinneren dat je het kreeg? Jazeker, dat was op 15 mei. Ik kwam uit een zekere plaats in de Warmoestraat. Het was een vrijdagmiddag. Het was erg warm. Een zwembad voor... Het was geen zwembad, maar wel zoiets. En... Nou ja, toen stond er op de hoek van de Westerkade allemaal van zo'n schotel op een truck om het nieuws van 6 uur aan. Het stond zwart van de journalisten. Maar het was eindelijk dan zover. Oké, en wat... Dus het verschil... Maar ik kom niet van de straat. Mijn familie was ook... was het eigenlijk altijd gewend, dus ik ben weer terug bij af. Maar de laatste keren dat ik je op de straat tegenkwam, waar jij woont ook een beetje bij mij in de buurt, dan zit je op zo'n armzalig fietsje met een armzalig trainingspakje. Jawel, maar toen zei je tegen mij, ik heb geen cent te makken. Dat was voordat je die miljoenen kreeg, hè? Dus... Ja, maar dat is nu nog steeds zo. Ik zit op een fietsje, maar ik heb wel wat te makken. Maar dat hang ik niet aan de grote klok. Want te makken heb je onder andere dat Fortuin jou heeft gevraagd toen de tijd... al een tijdje terug, in een eventueel kabinet Fortuin... minister van Buitenlandse Zaken. Ben je helemaal gek? Dat heeft een idioot bij het Parool bedacht. Dat is niet echt zo. Geen haar op mijn hoofd. Ik word 70. Nou, bij Pim ook niet, hoor. Ach, wat flauw. Ik kan af en toe een grapje maken. Jawel, is het leuk, maar het moeten wel leuke grappen zijn. Ja. Nou, oké, Carlo, wacht terug. Jij maar af. Jawel. Ja, hij is 200 euro. Hij is al wacht, alleen hoor. Ik heb alles. Schrijf op, 200 euro. Dat was 300 euro. Ja. Zeg maar, wat wou je? Zit er tussendoor. Nee, jij hebt je beurt gehad. Willem, luister even. Waarom zou jij dan geen minister willen worden van Buitenlandse Zaken in nou, de kabinet? Kijk, in der beschränkung zeigt zich der Meister. Je moet je plaats weten. Ik word 77 over een maand. En dan wil ik wel... ik heb 50 jaar in die buitenlandse politiek gezeten. Dan zou ik het natuurlijk wel leuk vinden om bij een zo'n energieke groep als die Pim om zich... Pim heeft iets unieks gedaan in dit land. Nou goed, maar en daar zou ik heel graag in de achtergrond... Ja. Net zoals bij de Partij van de Arbeid heb je ook zo'n telderstichting of weet ik, zo'n think tank. De Oldmans tank. Okay. Nee, ik heb een Oldmans denk tank. Oké, nou Willem, ben je het wel eens met zijn politieke uitspraken over bijvoorbeeld Israël? Nee, helaas niet. Dus dan kan je ook geen minister worden van Buitenlandse Zaken. Nee, ik vind als je zegt, ik sta vierkant achter Israël, dan is er iets niet helemaal op zijn plaats. Maar je kan niet alles weten. Kijk, wat Pim Fortuyn heeft gedaan, was verschrikkelijk hard nodig. Goed. Dat eindelijk de boel eens op zijn kop werd gezet. Want ik heb daar, ook 46 jaar weet ik dat nu zeggen ze allemaal over Srebrenica, ja, de ambtenaren lichten de ministers niet in. Maar je moest dus weten, ik heb 7 ministers gehad die mij niet pleegden. Tot en met Lubbers, tot en met dokters van Leeuwen. Oké, dat was in het kader ja, van de Indonesië kwestie. Maar ik wil het samenvatten. Dat doe ik zelf. Kijk, je hoeft niet te samen te vatten. Ik ben gewoon, ze hebben gewoon onder ede in dat proces allemaal gelogen. Totdat de heer Van Aartsen de moed had om te zeggen, die vent heeft recht op arbitrage. En dat heeft mij gered. Oké, goed, dan zou jij minister willen zijn in een kabinet van Pim Fortuyn als bijvoorbeeld... Er werd veel minister van gezonde zaken. Zou die vrouwen toelaten in zijn kabinet? Uitsluitend, denk ik bijna. Ik ben wel met hem eens dat hij zegt dat is een moedig man. Maar in België heeft iedereen zoiets van, na Haider en Philippe de Winter... Nee, daar heeft hij niks mee te maken. Nee, maar dat zeggen ze bij ons. Je mond. Ik ben aan haar het vragen, oké? Dus dat zeggen ze bij ons. Maar, ja, dus ik weet, misschien moet ik het even aan hem gewoon vragen nou, hoe dat dan zit. Ik heb heel veel respect voor Belgen, maar... Als het zo moet, dan zijn alle domme Belgen moppen waar. Ik heb niets met Haider en Philippe de Winter te maken. Nee. En ik zou graag willen dat jullie er eens een keer mee ophielden. Oké, dit is toch 500 boekman. Euro. En nu de mond weer. Oké, dan gaan we nu. Nog even tussendoor. Carlo, heb jij een balkon? Ik durf bijna niet meer te zeggen. Ja? Heb jij een balkon? Nee, ik heb wel een huis met een tuin. Maar geen balkon? Nee. Heb jij een balkon? Nee. Heb jij een balkon? 3. Heel goed. Oké. Ik ga maar even terug. Kijk, daar is... Ik hou van die kleine saillanten. Dat heeft kwakken. Pim, je zei weer wat. Dat is 600. Het gaat een beetje vervelen, hoor. Luister eens even.
de man met de vele balkons. Ik neem jou weer even mee en goedelen ook naar het jaar 1987. Oh. Jij zat toen met hem, zoals ik al zei, met Willem Wilmink en Ruud Gullit in de dinges. Je had net de Miss België verkiezingen gewonnen, zoals je net vertelde. En ik was echt nieuwsgierig of dat wereldje van misverkiezingen echt een kwestie is van seks, drugs en rock and roll. Dat herinner ik me. Kook toch maar, ja. Is het allemaal veel seks en drugs en rock and roll? En bepaalde woorden daarvan ken ik natuurlijk nog niet, want ik ben nog niet getrouwd. Dus, Zou dat nog niet voor alle zijn? Ja, maar drugs. In België is dat verboden, dus dat zeker niet. Je kan daar gewoon je kamer niet uit zonder een bodyguard. Terwijl dat er bij in je kamer dan ook nog een chaperone zit, dus om erop toe te kijken dat je niet grote fouten begaat. Zoals? Drugs, seks en rock'n'roll. Ik heb nooit voor de spiegel gestaan en gedacht van, god, wat ben ik mooi. Tegendeel zelfs. Oké, okay, we mogen toch even zo over elkaar praten. Mag je ook zeggen wat je van hun visie vindt? Willem, vind jij haar een mooie vrouw? Ja, ja, vind ik mooi. En hele mooie man ook. Ik ben hier wel de lelijkste. Je wel de lelijkste, maar ook een van onze beste dichters in Nederland. Dus. Ja. Volg meteen mijn vraag, Goedele. Jij bent ook heel bekend geworden als seksuoloog. En als ja, dat zou je niet denken als je dit ziet, hè? Nee, nee. Maar hoe is dat nog gekomen dan eigenlijk? Dat je dan toch van... Nu, toen ik, op dat moment was ik wel afgestudeerd als psycholoog, maar daar heb ik nog geen seksologie bij gedaan. Dus waarschijnlijk overbodige informatie als je dat zo net bezig gezien hebt. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon... Ik ben toen in televisie terechtgekomen. Ik ben puur... Ik vind seks is een van de meest... En dan relaties ook erbij. Een van de meest interessante dingen van ons leven. Dus ja, dat is waar. Dat is toch zo? Kijk, dat vind ik nu. Ja. Maar misschien weet jij dan wel, hè, wat is eigenlijk op dit moment het meest voorkomende algemene probleem wat seks betreft? Want ja, we hebben natuurlijk een hele ontwikkeling sinds die tijd. Hè. Mannen weten tegenwoordig wat een voorspel is. Ze weten ook dat een kietelaar niet alleen op een fiets zit. Hè, dat soort dingen. Dus. Willem, wat kijk je weer vies? Nou ja, wat zijn dat voor onderwerpen op zondagavond? Ja, maar ze weten dat hij niet op een fiets zit, maar weten ze waar die dan wel zit. En ik bedoel, kunnen ze hem dat ook lokaliseren. Ze wel, die fietsbel. Ja. Deze mensen zijn niet echt geïnteresseerd waar die precies nee, zit. Ja, nee, deze mensen dit, die ik hier, zit hier een beetje in het verkeerde gezelschap. Is niet geïnteresseerd. Oké, okay, nou, laten we dan eens even volgende kijken. Volgende onderwerp. Oké, oké. Okay. Wij kregen dat op school niet. En je ziet wat er van komt. Schande. Je ziet wat er van komt. Ja. Maar laten we dan even over jouw voorkeur spreken, hè, ja. Carlo. Oh. Ik bedoel, ben jij alweer verloofd of niet? Want ik hoor je de laatste tijd zo klagen of alleen zijn. Ja, ik ben daar. Maar ik, nou ja, dat maakt het er ook een beetje van. Ik vind het ook wel een beetje een spel of zo. Weet je, van, ik ben alleen in film. Maar het is zo. Jawel. En je gooit alles in je werk natuurlijk, hè? Ja. Ik ben ook niet zo'n leuke iemand om 24 uur per dag mee te leven. Dat zou wel nee, nee, ik vind 24 minuten al behoorlijk. Ja. Maar goed, wat zeg je Willem? Dat zou wel eens waar kunnen zijn. Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom zeg je dat eigenlijk? Nou, dat denk ik zo. Maar denk je dat zelf niet? Heb je zelf enig idee hoe het zou kunnen komen? Ik ben zo met mijn werk bezig. Ik vind het zo belangrijk om met mijn vak bezig te zijn. Dat meen ik echt serieus. Dat is mijn passie. En daar heb ik maar ja, zo met je werk bezig zijn is ook met jezelf bezig zijn. Ja, dus ik ben de hele dag met mezelf bezig. Dus de nulmeridiaan. Ja, nee, maar dat is alsof de nulmeridiaan gaat door jouw achterste. Sorry? Als de nulmeridiaan gaat door jouw achterste. En dat is vreselijk om te zeggen. Wat gaat er om achterste? Ik weet het niet. Luister, jij bent eindelijk een seksuoloog. Ga nou in behandeling. Ja, ik hoor het. Maar dan gaat iets om mijn achterste dus. Ja, de nulmeridiaan. Heb je aardrijkskunde gehad? Ja, die gaat de om de nulmeridiaan. Dus het centrum van de wereld gaat door jouw achterste. Ik snap dat het is niet. Fantastisch, Jan. We zijn eruit. Zijn we eruit? Ja, bedankt. En Willem, sinds jij nog zo rijk bent, betekent dat ook dat je hoe meer geld, hoe meer lovers? Nee? Nee, ik zit eigenlijk de afgelopen 30 jaar op de vrije markt. Ja. En dan voel je je nooit zoals hij. Eenzaam of alleen. Ik ben niet eenzaam. Ik ga ook op mijn werk. Ik ga volledig op mijn werk, maar je moet zorgen. Ja.
dat keep the plumbing running. Ja. Je moet, je, want de zaak verkroepelt. Yes. Die Hollander, die is er niet je, te doen. En als je thuis gaat zitten kniezen, daar heb je niks aan. Nee, maar ik ga niet thuis kniezen, maar ik neem ze wel eens. En daarna geef ik ze weer een ticket voor in de metro. Ja, en dan wil ik er weer afgeven. Nee. Oké, okay, goed. Maar betekent dat ook dat jij in jouw geval stelt dat jij weer met je... Je had toch een aardige jongen, hoe heet hij nou? Eloy? Heet Eloy, ja, ja, ja. Als je dan weer samen met hem zou zijn, zou je nog een kind met hem willen hebben? Ja, met hem wel, ja. Echt waar? Een draagmoeder. Ja. Nee, maar hij was de liefste van en mijn leven. En dat fix jij dan voor hem? Ja. Oké. Okay. Willem, hoe vind jij dat, Willem? Walgelijk. Why? Ik moet er niet aan denken. Mm. Kindjes ik geloof dat Paul de Leeuw ook zo'n ventje heeft. Maar waarom vind ik het nou wel? Die geadopteerd. Ze zijn hartstikke gek. Een kind heeft een vader en een moeder nodig. Sorry. Maar wat is het nou voor een onzin? Nee, leuk voor het programma. Nee, jongen. Ja. Onzin! Luister. Houd je mond! Ventje. Hou je mond! Zeg, hij is ziek. Is er een dokter in de zaal? Ja, nee, oké. Hij begint te schreeuwen. Ja, wacht even. Maar je hebt nu een dame die... Houd toch op! Nee, maar... Carlo, in je mand. Even in je mand, oké? Okay. Maar dat zou willen zeggen dat alle kinderen die geen vader en een moeder hebben... Sowieso is vader een titel twee die je moet verdienen. Is toch niet? Nou, maar je hebt heel... Allee, ik kan maar mag ik vragen, Goedele? Ik heb net in een Engelse krant gelezen dat een koppel van twee dames... die allebei lesbisch zijn, maar ook allebei doof... Die hebben... Die hebben geëist dat ze konden samen een donortje krijgen... En ze hebben geëist dat het de donor zou zijn van een man die ook doof was. Want ze wilden alleen een dove baby. Dat is erg veel. Hoe vind jij dat nou? Nee, hoe vind jij dat nou, Goedele? Ik vind dat heel erg. Ik vind dat een typisch bewijs van kinderen nemen voor jezelf... meer dan voor het kind. Dat je zegt van ik wil een gelukkig kind op de wereld zetten... en ik wil alles doen dat het kind zich goed voelt. Oké, goed. Oké, dan gaan we nu... Bedankt voor deze toelichting even. We gaan weer terug naar 87. Willem, jij zat toen met de Belgische Margriet Hermans... en de Nederlandse acteur Pieter Lutz... op wiens kleding jij toen ook al iets had aan te merken... in Reur. Ik vroeg toen eerst aan je wie van al die beroemdheden die je in je leven hebben ontmoet het meeste indruk op je heeft gemaakt. Nee, noem de drie mensen die het meest indruk op jou hebben gemaakt. Jezus. Eén. Ja, nee, dat is goed. Ja, nee, goed. Jezus. Ik geloof dat er maar weinig mensen weten dat jij ooit getrouwd bent geweest, hè? Nou, het is ook niet zo'n interessante mededeling. Nou ja, ik lees daar dus. Hoe lang ben je getrouwd geweest? 5 jaar heb ik die zaak doorgezeten. Ik doe wat ik lekker vind. Ik voel me zo lekker. Nee, maar doe maar ik. Ik vind dat iets verschrikkelijks. Ja. Dat doe je. En als je het ook dat zou doen, zou je dat toch jochje, een beetje jij komt zo niet bij die vorstelijke vrienden, kom je niet zo nee. binnen. Nee, dat toch. Maar om nou hier je intimidatiepakje aan te trekken. Nee, helemaal niet. Ik geloof het. Intimidatiepakje. Ja, dat zie ik hier ook weer gebeuren. Ja, ja. Vind je dat vervelend? Zoals Fortuyn nee, altijd vervelend. Keurig in het pak zit. Nee, een tegen. Beetje. Ik zou hem anders willen aankleden, ja. Nee. Hoe zou je hem aankleden? Hij ziet er toch prachtig uit. Nee, dat meen ik echt serieus. Ja, maar hij is nu al eigenlijk lid van de Raad van State. Hè? Even terug. Daar eindigen ze allemaal, die lui. Nee hoor. Nee? Nee, dat is 700. Even kijken. Dat is goed. Even, Willem, nog eventjes naar aanleiding van dit. Hè. Deze week is de Queen Mum, Queen Elizabeth, de Queen Mother, in Engeland is begraven. Ja? En ik heb eens gehoord dat jij haar wel eens ontmoet hebt. Ja, ik heb haar ontmoet. Vertel ja. eens even. Nou, ik was te logeren op Windsor Castle. Daar was een conferentie. En hoe lang was dat geleden, denk je? Zo, wanneer was dat? 82, 83. Oh, en toen was de zondagsdienst in die chapel. En ik wou eigenlijk, ik wist niet of ik daar wel in wou, dus ik ging aan het end zitten. Dus ik was er het eerste uit, samen met de een van de andere heren. En die kende die koningin. Dus die koningin ging eerst weg met Di en Charles, de grootmoeder. En die wandelde daar op dat pad en die kwamen op die meneer waar ik mee was afgesteven. Dus toen werd ik voorgesteld en toen zei die...
vroeg de koningin moeder aan mij hoe het eten op Cumberland House was. Want daar was blijkbaar gedommer geweest over het eten. Ik zei, nou, your majesty, the food is excellent. En toen had ze in de ene hand een bijbeltje, in de andere handschoen. En toen zei ze, bravo, bravo, bravo. Het is een schat, dat mens. Ik vond die mevrouw, die moeder van koningin Elisabeth, echt een heel lief mens. Ja, dat komt heel goed over. Is toch goed. En hoe zijn jullie met je moeder, als ik vragen mag? Ik ben meer met mijn vader, maar... Jij bent meer met je vader? Nou, Karel, hoe ben jij met je moeder? Mijn moeder is mijn alles. Jij woont naast je moeder ook, hè? Ja, mijn moeder woont naast mij. Ja? Oké, maar hoe mag ik me voorstellen? Dan heb ik meteen waarom jij geen vriend hebt. Ja, maar jongens, luisteren. Jan, ik word 's ochtends wakker om 1:10 eindelijk. En dan loop ik aan mijn moeder en dan geeft ze me koffie en een ontbijtje. En zegt ze, doe je was en doe leuk op televisie. En doe niet te druk en doe niet te raar. En ze geeft me een kus. Ik bedoel, zij is maar alles. Oké, en Willem? En jij bent verbaasd dat je geen vriend hebt. Nee. Oké. Ja, precies. Wacht even, Willem. En hoe was jij met je moeder? Fantastisch. Je hebt sowieso vaak iets dat hoge mannen een heel sterke binding met hun moeder hebben. Nu vind ik dat de meeste mannen dat sowieso heel sterk hebben. Maar als ik hem bezig hoor, verbaast het mij. Je gaat toch niet zeggen dat het fout is? Nee, ik vind het heel schattig, maar het kan wel een relatieleven in de weg staan. Ik vind hem gezonder omgaan met de emotie. Oh, ik ben hartstikke gezond. Maar wat is dat nou een onzin? Want nou zit je echt helemaal verkeerd met al je analyses. Je zit zo verkeerd. Oh, schatje, zit zo. Nee, hoor, ze heeft gelijk. Want ik ben daardoor zo'n gelukkig mens. Zij is een vriend te krijgen in je leven. Ja. Een partner, dat zijn we allemaal op zoek. Of het nou dus een vriend heb je is, geen partner of... nodig, want jouw moeder dat maakt jou gelukkig. Nee, maar ik heb in ieder geval zo iemand gevonden. Ja. Waarvan ik 100% vertrouw. Nee, je hebt jouw moeder niet gevonden. Jouw moeder is jouw moeder. Yes. Die heb jij niet gevonden. Ja, maar hoeveel moeders laten hun kind van niet hebben? Zij helemaal niks met hun kind. Ik verbaas me erover dat heel veel mensen je bent niet verbaasd dat jouw moeder jou een leuk kind vindt. Maar dat had kunnen zijn dat ze zegt van... Ik had dat ook met mijn moeder, maar ik had ook Peter, die jij ook kent. Ik bedoel, ik heb al 36 jaar een allerbeste vriend. Die woont in Zuid-Afrika met zijn lover. Maar dat is mijn beste vriend. Je moet behalve die moeder. Natuurlijk, Peter is mijn beste vriend. Maar dat betekent niet dat je... Daar bedoel je niet meteen een nichtenrelatie. Okay. Goedele. Kijk, luister. Nee, luister, je krijgt gratis advies nou. Ja, dat is een heel belemmerende moeder. Het om met je belemmerende moeder. Moederbinding. Ze heeft gelijk. Jij stinkt ook. Ik moet het afhouden. Goed. Oké, we zijn bijna weer aan het einde van het tweede deel alweer. De tijd vlijt en zo, maar bedankt alvast voor alle goede raad ook. Ik zou zeggen, dames en heren hier en dames en heren thuis, blijft u kijken. Want straks praat ik even met de man die zo aardig was om jullie te introduceren. En waarschijnlijk staat te popelen om zonder te betalen een goed weerwoord te geven. En daarnaast laat ik fragmenten zien uit de allereerste reur van deze eeuw. Vorige eeuw, wat lul ik. In 1983. En dan zult u zien, Connie Breukhoven. Toen nog herkenbaar als Vanessa. Tot zo, tot terug. Verboden in te rijden. Vanavond 21:50. Ja, welkom back. We zijn nog steeds bezig met Reur, alstublieft. Wil jij eventjes mevrouw Goedelen? Ja. De gasten zijn nog steeds mevrouw Goedelen Liekens, meneer Carlo Borsato en... Oh nee, Carlo Bosch. Oh, wat doe ik nou? Oh, ja. Goed. Oh, sorry. Sorry. Nee. Ja. Oké. En mijn derde gast is natuurlijk Willem Oldmans. Maar we gaan meteen met een leuk filmpje beginnen, dames en heren. We gaan terug naar de allereerste Reur op tv. En dat was op 2 oktober 1983. En mijn gasten waren toen onder andere Maarten het Hart. Vorige week nog te zien als Maartje. En Vanessa. Vanessa, toen al wereldberoemd in Nederland als zangeres. En ik heb hier eventjes een beetje nat gemaakt. Kijk eens even, dit is dus Vanessa zoals ze nu is. En nu gaan we kijken in de schatkust van Reur. Hoe ze toen was. Schatkist. Je zei schatkut, zei je. Oké. Ik weet niet wat het beste is. We gaan kijken. En wat lees ik hier in de krant, Vanessa? Jij hebt eindelijk verlof gekregen van de gemeente om je schutting te verhogen. Ja, klopt. Waar was dat voor nodig? Had je inkijk, zoals het heet? Nee, maar...
En ken je haar muziek ook? Ik heb van haar een plaat opgestuurd gekregen. Hocus Pocus. Oh, dat is de laatste, hè, Vanessa? Dat is de laatste. En dat is leuk, want dat is een bekende melodie. Dat is namelijk gezang 10. Daar is uit 's werelds duister wolken. Oh, nee, dat meen je niet. Dat meen je niet. Laten we eens proberen. Vanessa, jij zingt de eerste regel van Hocus Pocus, oké? Hocus Pocus, take my magic potion. Ja, nou, dat gezang gaat... Daar is uit 's werelds duister wolken. Is hij nou een man die jij leuk vindt, Vanessa? Mag ik dat zeggen? Nou, ik vind dat hij een hele leuke eigenschap heeft, vind ik. Dat hij bloost. En ik wil hem graag één keer laten blozen. Wat is jouw verschil tussen jouw vrouw en Vanessa? Jeetje. Is Vanessa nou voor jou een droomvrouw? Dat zeg ik er liever onder vier ogen. Dat klinkt toch wel als we met volwassen mensen over praten. Jij bent getrouwd, zij is getrouwd. Nou, ik vind het buitengewoon aantrekkelijk, ja. Ja? Zeker. Ja. Zou je ook wel met haar getrouwd willen zijn? Nou, dat is weer zo'n stap, meteen. Vertel er eens een. Deze zeker. Was er niet zoiets? Nee, die kennen we niet. Nee? Vanessa achter een boom. Achter een boom. Ja, jawel, jawel. Wat toen voeren we nog... Dat deden we nog wel. In diezelfde tijd had je toch een rage van Vanessa-moppen. Hè? Dus vandaar, dat was dus een van de moppen. Hoe vind jij Vanessa als je haar daar ziet en zoals je haar nu ziet? Vanessa is wel een fenomeen. Ik vind het wel leuk. Maar kan jij zien of ze nog gelift is of niet? Want dat vraagt heel Nederland zich af natuurlijk. Ik ben eerlijk gezegd zeer verbaasd dat ze... Ik wist niet dat ze zo'n mooie vrouw was. Je vond haar goed. Dit is echt een heel mooie vrouw. En, maar je vindt dat niet meer mooi? En ik vind dat... Ja, net iets. Ik kom nogal veel in de Verenigde Staten en daar zie je veel. En je ziet dat daar nog mooie trekken in zitten, maar ik vind het toch net iets te veel zo rekkertjes. Maar het is fundamenteel een hele mooie vrouw, vind ik. Echt een hele mooie. En Willem, zou jij iets willen laten liften? Of? Ja. En wat? Ik ben zoekende. Ja? Oké. Dus laat de man die ernaar kijkt mij even bellen. Want ik wil deze kwap hier weg hebben. Dat... Ja. Maar wat ik me altijd afvraag, wat doen ze daar dan mee? Dat is toch zo weg. Daar kijk jij eens even als seksoloog. Oké. Maar volgens mij gaat dat zomaar niet, hoor. Ach, natuurlijk. Ja? Zoets. Klaar. Ja. Oké. Ik weet nu niet meer wat ik verder moet zeggen, hoor, jongens. Het is wat mij betreft helemaal afgelopen. Het was leuk, het was informatief. En ik wil graag de man aan u voorstellen... Ik weet niet of dat nodig is, die zo aardig was om deze fijne gasten van vanavond bij mij te introduceren. Lijsttrekker Pim Fortuyn. En Pim, we hebben een paar keer je naam genoemd. Zijn er dingen waarvan je zegt, daar wil ik nu even op ingaan, voordat er weer misverstanden ontstaan? Nou, met name op het feit dat ik niet van vrouwen zou houden. Dat vind ik heel vervelend, want... Ik hou van mijn moeder, ik begrijp dat niet goed is, maar daar hou ik wel van. En ik hou van veel vrouwen. En ik wil niks met dat gedoe met Haider en de Winter te maken hebben. En ik word daar dus doodziek van. Ik heb er niks mee te maken, ik had er niks mee te maken, maar ik moet me iedere keer maar verdedigen. Maar ik heb van de mediaadviseur geleerd, maar ik leer het maar niet. Dat je dan niet boos moet worden. Nou, ik vind het erg leuk dat het opgemerkt is. Oké. En Pim, je hebt deze week ook een persconferentie gegeven voor buitenlandse journalisten. Ja. Hè? Dat ging ook alsmaar daarover. Ja, allemaal krantenkoppen als, wat was het, Jörg Haider uit de polder. Hè? De Klatskop uit Rotterdam. Ja, ja, ja. Een Klatskop is dan dat je weinig haar hebt in Duitsland. Wat vond jij de vervelendste omschrijving? Of kan je dat niet meer schelen tegenwoordig? Nou, je wordt er een beetje ongevoelig voor. Maar het is hierom zo vervelend, omdat het zo onwaar is. Ik kan tal van uitspraken van die mensen hier neerzetten... die je bij mij niet zult aantreffen. Dan denk ik, hou nou eens een keer op. Ik stel een reëel probleem ter discussie. En dat is het allerergste. Hè. Het verhindert een beetje... open discussie over de problematiek. Maar wat ik het leuke vind, dat ondanks dat alles... ook al zou het 15 mei niet brengen wat ik ervan hoop... is me dat gelukt dat er in Nederland nu langzamerhand normaal gediscussieerd kan worden... over de problemen die de multiculturele samenleving...
naast alle goede dingen ook met zich meebrengen. Okay. Nou, dat is een fantastische resultaat. Vorige week, Pim, zat hier in de stoel waar nu Goedelen zit, staat Jeltje van Nieuwenhoven, Kamervoorzitter en nummer 2 van de PvdA-lijst. Ja. Ik heb haar toen een beetje doorgezaagd over het feit dat Netelenbos op 5 stond, terwijl wij allemaal weten dat Netelenbos al in de pocket zit om commissaris van de Koningin in Noord-Holland te worden. Zij zei, oké, is ook een publieke functie. Dan lees ik een paar dagen geleden dat jij wel mee wil doen aan de verkiezingen van 5 mei, maar als je minder dan 6 zetels krijgt, dan doe je het niet. Dat vind ik net zo'n grote volksmakkerij. Nee, dat is ten eerste, zeg ik het, voor de stemming. Dus iedereen weet waar die aan toe is. Wat mijn boodschap was, was een hele andere. Is wat uit de context gerukt. Ik heb gezegd, mensen, het is nu duidelijk. Ik sta voor veranderingen in Nederland. Dan moet je me ook een mandaat geven om er tenminste iets aan te kunnen doen. Nou, en als je me dan met een paar zeteltjes afscheept, dan moet je niet raar staan kijken als ik het dan niet wil doen. Want ik ga voor die verandering. Nou, dat is een duidelijke keuze. Je kan ook zeggen, het is een dreigement. Je zegt, natuurlijk is het niet op me stemmen. Nou, dat is heel duidelijk, uiteraard. Ja, dat is hoe heet dat, blackmail in het Engels. Die kiezer moet ook wat doen. En vooral naar 15 mei, hè, want het is niet alleen maar op mij stemmen, maar naar 15 mei, als wij dat onderwijs, die gezondheidszorg, dat openbaar bestuur, die veiligheid moeten veranderen, dan moet jij ook iets doen. En dat kun je niet vanuit een luie stoel. Dus dat is de boodschap. Ik ga nu even een psychologisch spelletje met je doen, even Pim. Ik noem een aantal namen en jij moet het eerste roepen wat in jouw hoofd opkomt. Jawel, daar gaan we. Henk Westbroek. Aardige man. Fris Wester. Oh, dat vind ik een heel capabele man. Oh, we beginnen. Prins Bernhard. Fantastisch hoe die, nou ook nog met 90 jaar, die vitaliteit. Als ik dat zou kunnen, het is een voorbeeld. Oké, graag de volgende keer wat minder woorden. John Bernhard. Ken ik niet. Paul Rozemuller. Vreselijk. David Beckham. Ken ik niet. Hier is hij even. Dus kijk even hier. Hij heeft net zijn voet gebroken. Manchester United. Oh, is dat die voetballer? Ja, mooie man. Ja, oké. Dat dacht ik wel. Jan-Peter Balkenende. Balkenende. Een groot geleerde. Oké, Hans Janmaat. Ik weet niet wie dat is. Nee. Dat weet je niet. Nee. Was je dat vergeten? Nee. Philip de Winter of zo? Ja. Hij heeft een paar cd's uitgebracht. Oké? Connie Palme. Nou, mooie vrouw. Connie Breukhoven. Leuke vrouw. Nee. Hans Dijkstal. Ja, het wordt saai. Aardige man. Oké. Je begint al aardiger als een politicus te gedragen. Nee, absoluut niet. Je moet Catherine wat andere mensen voorstellen. Ja. Catherine Kerr. Vraag bijvoorbeeld wat ik van Ad Melkert vind. Ja, we zijn nog niet aan het einde. Oké, daar gaan we. Daar waren we. Ja, nee. Zeg. Zeg vlugge klappers, de handschoenen aan. Catherine Keil. Kattenkop. Want ze wou niet een beetje meedoen. Nee, maar wel een vrouw met pit. Ad Melkert. Lul. Ik zou het niet weten. Het antwoord is al gegeven, maar ik kan het niet zeggen. Oké, daar houden we ons dan aan ook. Tot slot dan, wie hoop jij als de hemel open gaat, als de tijd er is voor jou, wie hoop je dan weer te ontmoeten? Mijn moeder. Heel goed. Meneer Fortuyn, bedankt voor het introduceren van mijn gasten, dames en heren, Pim Fortuyn. En ook een hartelijk applaus voor mijn gasten. Hoe heet je het alweer? Marco Borsato. Goedele Lieken en Willem Oldmans. Spelen is lekker, meer is beter. Moeder, waarom zit die spleter? Dit was Rug, tot ziens, tot Rug. Aan dit programma werkte mee Carlo Bossak, Goedele Liekens, Willem Oldmans, Pim Fortuyn, Hans Dekker, Liedries, Daria de Galuwe, Maarten van Dussel, Pascal Horbach, Linda Beer, Ad Schrijver, Teun de Winter, Jan Poos, Loes IJsbrandi, Brigitte Salm, Eddie Brouwer, Hans Linsen, Mark Dodeman, Katelijne Evendijn, Marlies Schalenstoot, Marie-Annerie Kluivert, Guus van der Ridder, Mirjam van Polen, Irma Verboert, Sander Osterwald en Jan Erfdring. Zometeen op Net 5 heb je...